Dit is mijn kat, Meneertje. 4 jaar geleden kwam hij bij hem wonen. Hij heeft superveel mensenvrienden in de buurt die ik niet ken. Omdat ik benieuwd ben met wie hij allemaal omgaat, ga ik naar ze op zoek. Via een trackingsysteem zie ik waar hij uithangt. Hallo, hallo. Dankjewel. Ja. Meneertje er ook bij. Ja, maar die zit daar. Nee, nu durft hij niet meer. Hè? Ik heb een nieuwe vloer. Ik denk dat hij dat niet leuk vindt. Komt u wel eens binnen? 1 keer geweest. Oh, echt? Ja, en ik kreeg hem alleen maar niet uit. Kreeg je hem er niet meer uit? Nee, dat had ik best gedaan voor. Oh, echt? Kom verder. Wat een leuk huis is dit. Ja. Yes. Weet je nog de eerste keer dat je meneertje ontmoette? Hij kwam hier binnenlopen, verleden jaar zomer. Yeah. En hij ging gelijk hier op zijn rug liggen. Yeah. En dan zat ik in zijn buik te aaien. En ik dacht, oh, ik hou hem. Weet je wel, het is gelijk wat ik denk, maar jij, ik kan gewoon niet aan nu. Nee. Nee, dan zou ik ook echt heel boos voor de deur staan hoor. Ja. Ik ben terug. Ik zal het op Facebook laten zien hier. Had ik erbij gezet, een beetje in love. Daar is die beest al heel vaak ziek. Al een half jaar lang. Is meneertje een vrouwtje of is meneertje echt een meneertje? Nee, meneertje is een meneertje, maar ja. Hij is en gecastreerd en hij heeft een penisamputatie gehad omdat hij blaasruis heeft voordat hij bij mij was, al in een poezeboot. Ja. En eigenlijk is het dus een transseksuele kat. Oké, nou, dat is wel heel erg actueel, hè? Maar dit is een meneertje ook, hè? Die andere kat. Weet ik niet. Dat ja, ik heb het aan Wester gevraagd. Die zei, ja, dat is een mannetje. Oh, oké. Dus hij is en transseksueel en homoseksueel, denk ik. Nou, maar hij kijkt hier wel veel. Veel dan, toch? Ja. Misschien is het dan hetero. Ja. Heb jij zelf ook huisdieren? Ik had een poes zelf. Bij die was het ook heel raar gegaan met Puk. Puk is een meisje of dat voor is een jongetje, was het. Die lijkt op Feun, hè? Op mijn oude kat. Die had hier achter gestorven een half jaar. En toen zei de buurvrouw nog van, wat moet er nou voor de winter gebeuren met die poes? Zei, oh, ik neem wel de winter, terwijl die hier al binnen kwam. Ja, hij ligt nu in de tuin. Wil je weer een nieuwe kat? Nee, ik kan niet aan vanwege mijn longen. Ik heb COPD. Dat zijn die longblaasjes, die zijn kapot. 20% werkt nog. Oh, dus raak je heel snel benauwd. Ja, precies. En ik zit eigenlijk, ja, de hoogste berg van de wereld loop ik eigenlijk continu. Wie ben je nou verder? Op mijn wolk kan je zien wie ik ben. Ik was acrobaat. Oh, een acrobaat. In het circus? In het circus heb ik gewerkt. Circus. Wat leuk. Een hele gezellige tijd was het. Ik zat bij Ouderdom. Dat is de vader van die Herman die dood is gegaan, weet je wel. Oh, dat weet ik niet. Die waren koolmonoxide, zijn vrouw en hij, zijn dood gegaan. In de caravan? Ja, en zijn vader, daar werkte ik bij toen. Ik heb een tijdje in Parijs gezeten in de jaren 80. En dan had ik echt een vaste tour die ik liep. Van Picard naar de Chardin de Tuileries. En dan ging ik altijd saltootjes springen. En er was een man, die kwam ik tegen, die was van het Festival of Fools. Yeah. En die zei, oh, je moet wat ermee gaan doen in het theater of zo. Dus toen kwam ik hier in Amsterdam. En hoe oud was je toen? 21. Ik heb weer een half jaar als acrobaat. Maar als kind had je het niet bedacht, dat wordt het. Jawel, maar... Nee. Ik was wel toen ik 6, ik heb er zelfs foto's van dat ik 6 was, dat ik op mijn handen stond en veldslagen maakte. Ja, ik was echt een aapje. Je bent uit het circus weggegaan door die longen. Nee. Ik heb 1 seizoen gedaan en daar was het over. Dus, En toen ben je iets anders gaan doen? Ben ik wat anders gaan doen, ja. Theater. Oh, heb je in theater gespeeld? Ja, bij het Ballentheater. En bij Rufus Collins heb ik gespeeld. Maar dat ging toen niet door, dat kende je ook niet. Nee. Ja, ik was een amateurtje. Hallo. Meneertje, je mag een rondje rijden. Lekker door de buurt, rondje. Ja. Want hoe ziet je dag er dan nu uit? Utopia kijken. Ik heb het nog nooit gezien. Een van mijn verslavingen. Is de hele dag live? Je kan ook een paspoort nemen, dan kan je de hele dag kijken. Maar ik doe het gewoon gratis. Ja, dat snap ik. Moet ik de hele tijd vernieuwen, dat vind ik niet zo erg. Ik zit hier voor de deur elke dag. Als ik ziek ben, weet je, dan kan ik ook wel binnen zitten. Maar dan denk ik, ga gewoon voor de deur zitten. Ja, dan heb je tenminste Ja, en dan heb je een beetje aanspraak ook. Dus ja. Je leert een hele hoop mensen kennen. Nog een rondje van de zaak. Stuur je dat naar mij? Ja. Ik stuur het zeker naar jou. Oh, nou kijk. Kijk, hij zit lekker te kijken.
Nog een rondje. Nog een rondje van de suiker. Hij vindt het wel leuk hoor. Ja, vindt het leuk? Ja. Waar gaan we allemaal heen? Leuk man. Nou, daar zijn we alweer. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ben benieuwd.